Hallo mensen, welkom weer bij Dying Light met... Hoi Dave, waarom zit je zo dichtbij? Wow! Ik ben een spook. What the fuck? What the fuck, je verdwijnt in me. Ha! Ik hou van dit spel. Klimmen. Ja. Like a boss. Lekker parcours, maar we gaan gewoon lekker gewoon deze keer met z'n tweeën, als je wil zien wat je moet doen. Om... Damn it. Samen te kunnen spelen deze... moet je eerst een uur samen spelen. De video's worden nu wel wat korter, hè Dave, deze? Ja. Ah, oh, die zombies vinden ons aardig. Ik kan niet springen! Nee, die... Weg kan ik ook niet hebben. Oké. Okay. Wow, het zijn wat veel zombies, hè? Ja. Wacht, laat me ze... Oké, okay, even Q. Oké, okay, we moeten daar achter toe. Daar zie je. Ja, die ja. kan op. Let's go. Kom hier omhoog. Je kan beter die platen gebruiken, trouwens. Weet ik. Zit hier een kist? Ja. Oh, hij is weer op een zombie gesprongen. Zit daar een kist? Plastic, dat had ik nog niet gevonden. Wacht, ik sluit die kist normaal maar over. Kom, laat me... Oké, okay, nu heb ik het. Duct tape, heb ik eruit gekregen. Oh fuck. Oh wow, ik ben weer een level omhoog gegaan met agility. Hoeveel levels spelen? Level 3. Wow, jij bent daar hoger dan mij. Oh fuck, we vallen allebei. Oh, ik sta nog op iets. Jij staat nog op iets, ja. Yo, je redt naar zombies. Auw. Little bit of help here. Ja, better. Oh, je hebt die wapen. Ik hoor jou en mij ademen gelijkertijd. Dat is wel awesome. We gaan ook natuurlijk proberen zo lekker veel te looten. Kassa. Kassa. Yo, je moet die kassa onderzoeken. $104 zit hierin. Eten. Als ik kan. Soms kan ik eten niet oprapen. Kan jij dat oprapen? Nee, nu raap ik het op. En je eet het gelijk op, hè. Dat is wat leuke. Ik vraag me af, denk je dat dit spullen ook nog terugkomen? Oeh, ja, om de zoveel tijd. Oké. Ik hou van dit wapen. Weet ik, ik ga die bewaren voor bazen. Oh shit, what the fuck? Oké. Okay. Kijk, misschien ontploft het. Oh god, ja, net zoals Nazi zombies of zo. Ik ben uit de stamina. Ah, ik sta op brand. Dood. Hij is dood. Auw, fuck. Hij is niet dood. Nu is hij dood. Toch? Nee, nu is hij dood. Nee, nog niet! Kill it! Kill it on fire! Is hij nu dood? Nee, what the fuck! What the fuck? Ik hoor helemaal heigen als een gek. Jij ook dood. Auw, hij slaat me zonder armen! We zitten al bij gelijkertijd te heigen. Jo. Dave, pas op. Oké, ik ga naar op de bus. Laten we naar de wavepoint gaan, wat zeg je daarvan? Ja. We hebben genoeg grond gekloot. We zijn genoeg zombies nog wat we kunnen killen. Een beetje verkeerd red. Wacht, hier zitten meestal kisten. Fuck, ik wou naar beneden goed gaan. Wat is die zombie? Draf jij, draf. Doei. Kisten. Hier is niks. Jammer. Oké, okay, gewoon Q drukken, dan weet je het. Oh ja, Q, dat vergeet ik steeds. Oké, okay, we zijn nog 150 meter ervan af. Ik ga nu even stoppen met rennen, want anders ben ik zo moe. De stamina balk een beetje bijhouden. Je ziet wel gans dit, zeg maar, de koontje dat Dave praat. Zeg maar links boven de hoek. Yo, maar, ik ben lekker op het dak, hoor. Ik ben dat ook aan het trainen. Oh ja, goed dat je zegt. Weet je waarom mijn zo level hoog is? Ja, failure van die ene paal. Die heb ik letterlijk over de 20 keer. Auw, dat was niet zo slim. 20 keer gedaan. Eén keer. Jij in één keer, you bastard. Oh, die kant op de spike. Yep. Dus dat is toch waar die eerste ik wil hier omhoog. Voor kistjes. Meestal bij zo'n... oeh, je zijn zak om te vallen. Maar waarvoor? Hey! Het is geen trampoline. Ik denk dat we hier omhoog kunnen. Ja, hier kunnen we omhoog. Hier zitten meestal tassen in. Ik vind het zo fijn hè, dat je in elkaar blendt. Dus je kan niet elkaar in de weg zitten. Nee, oh, nee, dat is zo trap fijn. Trap omlaag. Zit er je zin? Nee, daarom druk ik... Oh ja. Oh, elektronica. Nice. Elektronica, ja, ik heb alles van crafting kisten fuck, gedaan. Fuck, die. Ah, hij viel voor jou. Ik heb hier een kist. String. Het geinige, voor jou viel die van beneden, voor mij niet. Dat is het verschil tussen internet. Sawblades. Het zou wel leuk zijn als we hier beneden zitten. Oh, hallo meneer, de zombie. Ik onderzoek de kast wel. Die. Deze zombies kist kan ik ook in één keer opgemaken. Alcohol. Help me even, Dave. Die zombie weer dood. Mijn stamina's op. Neem jij daarvoor over voor me?
Oh, ik ben even aan het eten. Nee, zombie. Nu even niet. Het is deze beeld. Oh, dat klinkt zo pijnlijk. Soms als ik F duw, niet oprapen. Die! Die! Oh, mijn wapen is broken. Nou, ik heb mijn wapen net gerepareerd. Kan je dit kapot slaan? Ik schrok me dood. Wat? Zit weer vast? Ja. Wauw, dus moet hier terug omhoog. Nee, maar... Je zit hier nergens vast. Vast bestaat niet in dit spel. Ik klim op de kist. What the fuck? Ik denk als jij daarop gaat staan, hè. Zou MLG zijn. Oké, okay. Let's go. Oh shit! Oh shit, ow. Oh, waar je Dave? Dave, zie je die zombie? Huh! Ja. Kom, de brug over. Nee, dat is niet de kant waar we op moeten, Dave. Oh. Oeps, doei. Ik neem de goede kant. Ik neem de betere kant. Aha. Ja, Oh. Safe zone. Oh, hallo. Just as soon shoot. Ik zat een beetje vast. Klaar voor de cutscene, Dave? Nee. Waar ben je? Dave. Ik ben achterroute aan het nemen. Ik zie het. Konden je inspringen? Oh, dat ging net goed. Oké, okay. Dave voor een cutscene. Spike, what's up? Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Yeah. Got it. Mm. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Oh, shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonder if I'll finally get to meet Brecken in person. Wow, what the fuck is dit? Zag je dat? Ja. Oké, rennen is level 3. Nou, gaan we straks naar kijken. Ja, oké, waar nu naartoe? Oh, ik wil shoppen. Shoppen? Kan dat? Ik wil bij, volgens mij kan je bij hem shoppen. Je kan een EHBO-doos kopen. Oh, die heb ik echt nodig. Hoeveel kost dat? Wat staat bij je eigen geldbedrag? Ik heb 400. Hij heeft dus voorraad. Oh nee, dat kan ik gewoon halen. Zonder dat het geld kost. Oké, ik pak gewoon alles. Behalve het wapen dan. Wapens heb ik genoeg. Oké. Gaas vooral, want daarmee kan je medkits maken. Ja, waar ben jij? Oh, daar. Die toren. Moeten we heen. Nou, dan gaan we zo. Ja. Het is gewoon heel simpel. Als mensen afvragen hoe de klimmen gaat. Spatie omhoog, spatie los is laag. Oh. Auw, ik miste ook. Oh. Kan ik hier niet op? Oog. Jawel. Ik neem lekker de trap. Ik weet niet hoe ik ben gesprongen. Maar ik heb hier een... Wat heb je? Yo. Ja? Ik heb hier mijn richtpunt op een of andere manier. Oh, ik heb het daar ook. Dus we moeten daar een meeting gaan doen. Hup, wacht op mij. Lukt nog? Oh. We gaan even bellen. We zitten weer in elkaar. Oh, dat wil je. Crane hier. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Oké, okay, hier is nog een kist. Ja, die wil ik juist openmaken. Pak jij maar op. Duct tape. Koffie en duct tape. Oh, je hebt koffie. Oh my god. Wow, wat? Hey, dit is ook wel apart, hè, Dave. Dit hier. Ja. De spike, Tom. Ja, weet je wat de voordeel hier aan is? Als je zoiets maakt, is wel voor als er echt bij ons in de zombie survive komt. Zombie kan achter je aan, die blijft hier aan vasthaken. Mm-hmm. Dat is wel slim. Moet ik onthouden. Voor onze eigen zombie apocalypse, als dat ooit komt. Het is donker hier. Ja. Flashlight was. Oh, welke knop was. T. T. Yo? Waar ben je? Daar. Yo? Ja? Hallo? Wacht eens even. Doe het lichaam aan uit. Het licht zit in jouw schouder, zie ik. Niet op een lampje, maar in de schouder. Ja, ligt eraan aan welke kant je kijkt. Is dat de goede kant waarop gaan? No. Nee. hier omhoog. Ja. Hier omhoog is het. Man, als je zombie apocalypse moet overleven, moet je echt wel fit zijn. Ja. Of fit worden. Eerste lift. Ja.
Gaat er nu ook voor jou een loon schieten? Ja, ik ga erin. Ik had twee zo'n, hoe zullen wij zo'n transactie noemen? Jade called a meeting in the tower. Weet niet, eigenlijk. Lodischien ging wel heel snel waar hij over praat. Is wel geinig, de Lodischien praat hij van hoe ver je bent. Ben je er? Ik ben nu boven, maar ik zit in een vaste Lodischien op het moment. Oh, daar ben je. Oké, hallo. Nu kan ik bewegen. Hallo. Hoi. Go. Oh, hier is ook een uitroepteken. Dan kunnen we side missions nemen. In de toekomst, maar die ga ik. Ik wil nu weten. Niet skippen. Listen. Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Ryze's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake! You can't even walk straight! We need you alive, you idiot! Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Ryze. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Nou, we gaan voordat je een dode contract hebt ingeschreven. Nou, voordat we zijn met z'n tweeën. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Ketelwijk. Voor, zeggen ze bij mij, maar dat komt omdat het Nederlands is. De ondertiteling zegt dat, hè? Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Lorotrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago, but Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. Yo, and don't mention anything was merken. What? De cutscenes, hè, daarna heb je altijd een hele lange wachttijd voor de ander klaar is. Oh, was jouw al klaar? Mijn was nog bezig. Ja, precies. Ja. Yo? Ja? Ik word gek. Hoe is dat? Nou? Kijk eens hoeveel uitroeptekens! Oh, Jesus, ik zie nu de minimap! Ik wil ze allemaal doen. Yo? Ja, waar ben je? We gaan naar boven. Oké, we gaan eens even naar boven. Uitroepteken. Oké, ik denk dat Dave meer de drugs verslaafd nu is. Is dit de eerste? Oh, ja. What's going on here? Bayer's locked himself in the room. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? Oké. Yo, jij hebt de eer. Oké, open. Op slot. Kan ik het openbarsten? Oh, lockpick. Oké, wens me succes. Yo. In één keer. Toppie. Oh, he's good. Thank you. Oké. Wapen. We here? You in here? Help me. Oh, Justy. Ik heb hem. Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No. I took Antizin and the pain started.
The vial is on the floor. Anderson. Ik heb het opgeruimd. You picked up Anderson. Moet dat nog eens met hem? What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony Antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Okay, iemand die dus nepdrugs zit te verkopen. Daar moeten we wel wat tegen gaan doen, dus we moeten... Neemt de dokter met Kray. Did you get him? What? No. Kray is de dokter. Look, he's not turning, but he needs a doctor. Dus denk hier beneden. We moeten weer naar beneden, dus... Leuk kan... rondje rennen. Wee. Zag je? Ik zat te glijden. Ja, dit is de vloer, dit is de goede vloer. Of is dit voor de lift, voor de... We moeten met de lift. Oké. Okay. Gaan we eens even contact met de dokter nemen. Wachten op jou. Ik heb lang eerst... inhouden. Ik heb oogjeuk. Dat is altijd irritant. Heb je de cutscene zo lang als mij, of langzamer? Mm-hmm. Even lang, maar als ik klaar ben, dan moet ik altijd op jou wachten, omdat jij de host bent. Oh, oké. Okay. Dus je moet wachten tot jouw computer klaar is en dan moet jij weer wachten tot mijn computer klaar is en dan gaan we verder. Mm-hmm. Zo gok ik dat gaat. It's been 3 months now. Oh, lager. When would they let us out? Beetje lager. Wee. Het is naar buiten. Oh nee, dit is van de hoofdquest is dit. Dit is niet de dokter. Hoe kan ik de quest anders pakken? Wacht. I. Map. Opdrachten. Moederdag. Oeh, waar is dat opdracht? Wacht, je quest. Dat rustig, broeder. Breng de namaak aan Tsuna Lena. Misschien kan je die selecteren. Ik heb hem geselecteerd. Oké, okay, nice. Nou, gaan we weer naar boven. Mm-hmm. Heen en weer, heen en weer. Oh, misschien kunnen we wat verkopen. Zou wel leuk zijn. Nee. We kunnen wel kopen. Wat kan ik kopen? Lockpicks, medikits, en nails. Ik koop en alles klaar. En het kost geen geld, dat snap ik nooit. Nee, ik ook niet. Of het geld gaat steeds op. Ik ga weer met, waar ben jij nu? Jij kan gewoon gaan. Blijf je dan achter of ga je dan mee? Nee, dan ga ik automatisch mee. Oh yeah, you're mine, my slave. No, okay. Het is wederzijds, hè. Ah, dammit. Zat ik wel geinig zijn als je compleet andere plek wil. Je nek gestrot, gerukt naar een andere plek. Mm-hmm. Ik kan met hem hier praten. Dave. Nee, nog niet. We moeten eerst de quest afmaken. Mm. Ik wil alle quests, wat ik normaal doe bij zo'n open wereld, dus alle quests gelijkertijd pakken en dan gewoon een hele rij na gaan. Ik mag het niet openmaken? Nee, ik ook niet. Dus een andere weg moeten we hebben. Of het is hoger. Oh ja, dat kan ook nog. Dat kan ook nog. We zitten gewoon rondjes te redden. Nou, nu echt een officieel rondje. Ja. We zijn gewoon voor de trap een heel rondje gelopen om de trap te vinden. Is het hier? Het is onder ons toch? Nee, of nog eentje hoger. Nee, wij zijn onderaan, 14 meter onder me. Jij gaat boven kijken, ik ga onder kijken, goed? Het is nog eentje lager, 2 lager. Ik lag van 1 lager. Hoppakee. Ik ben nog. Moment dat ik er ben. Ja. Je moet zo. Players, all players. Schiet op. Kom hier, dichterbij. You better have a look at this. Ja. The lot number's wrong. Is this a fake? Someone on 21 took it and now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21 now. Where did he get it from? Yusuf. He's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. Als hij lief is, doe ik dat. Mm-hmm. Ik volg jou gewoon daarbij. Ja. Als hij stout is, geef ik gewoon een flinke trap onder zijn kloten. Vind je het leuker om met zo'n waterpijp te doen?
Dat is beta, ja. Maar dat kan we helaas niet tevoorschijn halen. Zit Yousef? Nee, dat is Yousef niet. Oh nee, dat is die ene onderbaas, noem ik hem. Ah, hier, dat moet hem zijn, Ja. Yousef? Welcome to Yousef's Emporium. If it's hard to find, you need to find Yousef. Whatever your needs, Yousef has it all. Yeah, I'm looking for Antizin. Well, of course you are. My friend, this is your most lucky day. No, Yousef, it's your lucky day. Because I'm going to give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Do I know this, Bahir? He nearly died from that phony Antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good. I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yousef? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. Okay, dat lesje is geleerd. Maar ik zie je iets. Of is dit onder? Wat? Nou kijk, je ziet hier iets op de kaart. Zie je dat? Tasje. Tasje. Ik denk dat hieronder is. Want ja. Er zijn ook zo'n achievements hier zo, hè. Ja, dit is een parcours. Dat hebben we al gedaan. Dat hoeven we niet nog een keertje te doen. Maar ik heb eerlijk gezegd, even deze quest ken ik. Weet je waarom? Nou. Toen ik zo'n spel wil nakijken, kwam een let's play tegen en had ik deze stuk gezien. De plek waar ik nu naar moet is zeg maar is buiten de stad en we moeten voorbereiden voor een flinke vecht, zoals ik nog zeg. Oké. Pakken de lift sneller, hè. Moeten we eventjes sparen? Oh fuck, we moeten even beneden. Moeten we eventjes eerst de andere quest doen voordat we deze afmaken? We kunnen deze af... Oh, hallo. Zullen we hem doen? Hij ziet er knussig uit. I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about a place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Interessant, niet? Dat is een quest, als we voor hem een geweer krijgen, dan kunnen we hem zeg maar een extra loot krijgen. Maar als wij voor hem een geweer krijgen, kunnen we daar binnen en misschien kunnen we dan meer gewicht. Hey, kijk, opdrukken! Oké, dat zoiets moet je maar doen wat wij maar doen. Oké, volgende. Ja. En één. En twee. Oké, ga jij maar lekker door, Dave. Wat is iemand hier binnen? Ijskast kan ik hier niet openmaken, dat is jammer. Nee. Oké, laat. Maar... Oh, hallo. Oh, dat is iemand met die we net hebben geholpen. Ja. Wat de vrouw? Maar we gaan de volgende quest even kijken. Ja, weet je wat wel geinig is wat ik maak, Dave? Nou? Alle vrouwen hier hebben ze wat kort haar. Ja. Waarom denk je dat dat is? Nou, dat haar gebruiken ze voor waarschijnlijk om bepaalde dingen te maken, want haar is sterk. Nee. Nou? Wat kan een zombie vastpakken als je probeert weg te redden? Oh ja, op die fiets, als je zo kijkt kan het ook. Maar ik denk dat ze het wel bewaren om dingen aan een vast... Good job out there, 31. Crane, right? Crane, ja. Oh, dat was alles? Oké, dat was snel. Wacht, hier is een cash. Hallo, wie ben jij? Oh, hallo. Buy and sell. Oké, hier kunnen we dingen geld mee verdienen. Eens kijken. Die verkoop ik. Die verkoop ik. Die verkoop ik. Ik heb er wat crappy wapens verkocht. En die verkoop ik. Ik verkoop, mens, dat zakje. Koffie verkoop ik. Buy pack. Oh, die buy pack is terugkopen. Ik heb natuurlijk nog een engel staan. Paarse wapens heeft hij. En wat zijn dit? Dit zijn met ranks. Zie je dat wat te kopen? Dat snap ik juist niet, dit hier. Dan moet ik andere kerstjes uitzoeken. Dat ik baat. En dat zijn voor craften. Ik koop nog wat rotjes van hem. Hoeveel? Nou, rotjes kan ik zelf maken. Ja? Oh ja. Ik heb het vergeten. Klein, eenvoudig mes. Ik wil wel een mes eigenlijk.
Hoeveel kost die? Schade 30. Duurzaamheid 60. Schade, bijna schade 35. Kom maar heel, maar dit range is moeilijk. De Vitaris. Oké, okay, ik ga ze andere keer. Ik kom een andere keer wel. Misschien het einde van de opname kom ik hier wat terug om alles na te kijken. Ja, ik heb een mesje gekocht. Ik wil alleen even spullen in mijn tas stoppen, want we hebben inmiddels weer veel spullen. En daarna kunnen we verder met de questen. Goed? Is goed, laten we gewoon even alles dumpen.